Welkom allemaal bij de vierde zondag van het grote vaste. In deze zondag gaan we kijken naar het verhaal van de Samaritaanse vrouw samen met het verhaal van Ebune Bishoy Kemin. Het verhaal van de Samaritaanse vrouw was als volgt. Er was een Samaritaanse vrouw die bekend stond als zondares omdat zij met meerdere mannen een relatie had. Over het algemeen überhaupt werd mensen die uit Samaria komen niet heel erg goed gezien en geoordeeld door de Joden. Dus eigenlijk zochten zij ook geen contact met ze. Maar Jezus ging wel contact met haar zoeken. En niet zomaar contact, nee, hij bleef echt met haar zitten, de tijd doorbrengen en te praten. En dat zegt al meteen iets. Namelijk dat Jezus God helemaal geen vooroordeel heeft over mensen. Jezus kijkt niet naar het verleden van een persoon of alle slechte dingen die hij of zij wel al niet heeft gemaakt. Terwijl wij als mensen dat wel kunnen doen en daarmee iemand labelen als een slecht persoon, oftewel moeten wij uit de buurt van blijven en geen contact mee zoeken. Nee, Jezus kijkt juist naar die persoon als van, hey, daar moet ik juist contact mee zoeken, want die persoon is ziek, spiritueel ziek, die heeft aandacht nodig, die heeft liefde nodig, die heeft misschien wat advies nodig. God is liefde. Als wij die liefde hebben, dan wensen wij ook alleen maar het beste voor de ander en durven wij niet de ander te veroordelen. Een goed voorbeeld hiervan, iemand die Christus goed heeft nagevolgd, is Ebune Bishoy Kemin. Ebune Bishoy Kemin was iemand die volkomen toegewijd was aan Christus. Hij wilde monnik worden, maar werd door paus Kyrillos verkozen tot priester. Hij ging hem daarom ook trouwen, terwijl hij eigenlijk dat niet wilde, maar hij gehoorzaamde aan de wil van God, samen met de vrouw die eigenlijk ook niet wilde trouwen en ook als non wilde leven. Daardoor besloten zij samen in een maagdelijke staat het huwelijk in te gaan en ook maagdelijk te blijven. En daarmee zien we eigenlijk al de grote liefde van Ebune Bishoy Kemin voor Christus. Hij wil zich toewijden, hij wil alles wat hij heeft toegeven aan God. Hij wilde eerst monnik worden, hij werd verkozen tot priester. Prima, wat u wilt. God, hij wilde niet trouwen, hij heeft het toch geaccepteerd. Hij bleef zijn zuiverheid en puurheid houden door maagdelijk ook eveneens te blijven leven. Ebune Bishoy Kemin stond vooral bekend om zijn aandacht en liefde voor de individuele gevallen. Hij was niet alleen actief als het aankwam bij grote bijeenkomsten waar hij veel mensen moest dienen. Nee, ook keek hij om naar die ene individuele geval die zijn tijd en aandacht nodig had. Zo heeft hij heel veel mensen die aandacht geven en ook heel veel mensen hun leven veranderd. Ik zal kort twee van deze verhalen noemen. Het eerste verhaal was toen een jonge man uit een andere stad, Cairo, en Ebune Bishoy Kemin kwam uit Alexandrië, stuurde een mail of een bericht naar Ebune Bishoy Kemin dat hij zijn gebeden vroeg om te stoppen met roken. Hij wilde stoppen met roken en vroeg de gebeden van Ebune Bishoy Kemin om te bidden tot de Heer om hem te helpen bij het stoppen met roken. Gewoon vanuit zijn plek waar hij was, Alexandrië. Wat deed Ebune Bishoy Kemin? Op een dag hoorde die jonge man dat iemand bij hem aanklopt. Wie was dat? Ebune Bishoy Kemin. De jonge man was verbaasd. Wat doe je hier? Hij zei, je vroeg mij toch om voor je te bidden. De jonge man zei, van ja, maar gewoon vanuit jouw eigen plek in Alexandrië. Nee, Ebune Bishoy Kemin, nee, ik ga voor jou en met jou bidden hier samen met jou fysiek. En dat deden ze. En hij bad ook krachtig. Wat zei hij onder andere? Ebune Bishoy Kemin hief zijn ziel op naar God. En in het gebed zei hij, God, vergeef mij en al mijn grote overtredingen. Vergeef ook en help ook deze man die iets kleins vraagt. Ik ben zo'n grote zondaar, neem wat van mij is weg en neem eveneens wat van hem, wat eveneens klein is tegenover mij, ook weg. Hij bad en na het bidden en na het samen zijn, de jonge man heeft nooit meer een sigaret opgestoken. Hier zien we al een klein voorbeeld van de grote liefde en inspanning die Ebune Bishoy had voor God en voor zijn medemens. Een ander mooi verhaal is toen Ebune Bishoy in liturgie had gebeden
En na de liturgie deelde hij de zegen uit van het brood. En er kwam toen een vrouw naar hem toe die vrij ongepaste kleding had. En hij merkte aan haar dat zij hier nieuw was en voor de eerste keer kwam. Dus hij vroeg aan haar, zonder iets te zeggen, zonder vooroordeel, hey, kan ik het adres van jullie krijgen, zodat ik jullie kan gaan bezoeken. Zo gezegd, zo gedaan, ging hij bij die mensen op bezoek. En hij kwam erachter dat die mensen nieuw zijn, ze zijn verhuisd. En ze leefden ook eigenlijk een beetje wat verder van het huis van God. Hij zei er niks over, hij oordeelde ze niet of wat dan ook. Hij praatte met ze over het geloof, hij vroeg om ze en hij bad heel erg ook voor ze. Tijdens de liturgie schreef hun namen op het altaar. En zo heen en weer vroeg hij naar ze en besteedde hij aandacht aan hen. Dit bleef Abuna zo doen, continu zonder vooroordeel. Tot op een gegeven moment, de vrouw kwam naar Abuna Abshoy met zakken vol kleding. En zij zei tegen hem, alsjeblieft verbrand deze kleren. Hij zei tegen haar, waarom geef je het niet weg aan mensen die het misschien nodig hebben? Ze zei, nee, deze kleren zijn ongepast. Deze kleren zijn mijn zondige kleren van mijn vorige leven. Ik wil deze niet en ik wil ook niet die aan anderen geven, zodat zij niet eveneens in zonde hiervan of hiermee vallen. En kijk, dit is wat er gebeurt. Dit is hoe iemand verandert als wij met volle liefde met iemand omgaan. Zonder vooroordeel, zonder meteen aan te spreken van hé, dit kan niet wat jij doet, weg ermee, verander, het is niet goed. Nee, gewoon jouw aanwezigheid. Het accepteren van de ander, voor wie diegene is en niet voor wat diegene doet of niet doet. Dat is wat iemand verandert. Die liefde die we aan iemand geven, nogmaals geuit in het niet een oordeel en compassie tonen naar een ander. Aandacht geven, de ander helpen en dan zonder direct te worden, wordt de ander veranderd. Hoe verandert de ander? Omdat wij daarmee Jezus, God, naar de ander brengen. Zij proeven van die liefde en omdat ze dan God in hen hebben, willen zij afstand nemen van de zonde en veranderen ze vanzelf voor het goede. Laten wij evenzo, net als Abuna Abshoy Kemer en natuurlijk net als Christus, omkijken naar de ander. En ja, misschien juist de mensen die het meest te lijken zijn verdwaald of die het meest in zonde leven of die het meest buitengesloten worden. Laten wij dicht bij hun komen, zoals Christus dicht bij de Samaritaanse vrouw is gekomen. Laten wij hun de heerlijkheid proeven van God. Wat is de heerlijkheid van God? De heerlijkheid van God is liefde. Als mensen die liefde voelen, de zachtmoedigheid, de liefdadigheid, de barmhartigheid, de zachtmoedigheid van God, gaat dat hun harten veranderen. Gaat dat hun harten verzuiveren. Laten wij daarom die liefde die God aan ons geeft, door naar ons om te kijken, door ons aandacht te geven, door ons niet te oordelen, door ons te helpen, door ons te sturen, laten wij diezelfde liefde en aandacht en advies en goede bedoelingen ook geven aan de ander, zodat we allemaal kunnen genieten van de heerlijkheid van God. Dankjewel voor het kijken en tot de volgende keer.